Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Mombok aflevering. Welkom erin. Vandaag ga ik verder werken aan de mooie XP farm die ik heb gemaakt de vorige aflevering. Ik heb even slapen jongens, want tot ook aan de nacht hier. Ik ga veel snel even slapen, want in de nacht gaan werken ga ik niet doen. Zeker bij een XP farm, heel erg gevaarlijk. Dus daarom even gaan slapen. Maar vandaag gaan we dus gewoon verder werken aan de XP farm, want er moet nog wat gebeuren daar. Ja, nog wel denk ik. Het aantal heel sad van die hoppers hier, maar ja, helaas niets aan het veranderen. Maar we gaan nu even eens kijken wat we nog aan moeten doen. Want als deze klaar is, dan kunnen we eindelijk, maar ook echt eindelijk, naar de end gaan eigenlijk uiteraard. Hè. Naar de end. Er zit natuurlijk hieronder hier. Je kunt hem wel vanaf hier zien volgens mij. Ja, er zit natuurlijk daar. Dat is natuurlijk de end. Kunnen we eindelijk aan toe gaan, kunnen we de end erin gaan verslagen. Daarom gaan we daar aan verder werken. Ik zeg wel dat ik water nodig had. Ik ga even nog een emmertje bijmaken. Of nee, want ik heb geen iron meer. De vorige aflevering is natuurlijk mijn iron opgeraakt. Door die hoppers. Je hebt maar weer iron. Heb je misschien nog ergens zo'n emmer of zo? Dat zou ik echt heel erg nice vinden. Volgens mij heb ik geen emmer meer. Heb ik maar eentje? Ja, denk ik. Eens even kijken overal. Het is volgens mij maar één emmertje. Ah, nee, toch niet. Oh, ik heb nog een. Oh, lekker. Ik heb nog een emmertje water. Toppie hoor. Toppie. We blijven ook allemaal nog trapdoors gaan maken, zegt hij hier. Daaraan die mobs blijven beter vallen. Blijkbaar. Maar dat is wel heel veel trapdoors nodig. Ik heb echt heel veel trapdoors nodig, maar echt bizar veel. Dus ik moet even heel veel hout gaan hakken vandaag, zeker vast. Dan iets gaan maken. Eerst trapdoors maken, maar plaatsen daar. En dan pas kunnen we het water gaan plaatsen. Of ja, zegt ook de man van de tutorial. Of de vrouw kan ook, ik weet niet of het maar een vrouw is. Eens kijken, heb ik nog saplings bij mij? Jup, zeker was nog 7 saplings. Meteen even bijplaatsen hier, laat ik meteen gaan groeien. Ik heb ook nog boommeel, volgens mij. Misschien in de chest hier liggen, boommeel. Nope. Maar wel nog in die andere chest, normaal is die wel toch. Ja, ik hoop het wel dat die dan nog liggen. Boommeel ergens, of hier, denk ik. Yes, 7 boommeel. Ja, dat is niet heel veel, maar heb ik nog bones liggen ergens? Wow. Dus bijna 2 sets met bones, jongens. Ja, dat is echt heel erg nice hoor. Pak even dit eraf, een helft. Even allemaal boomie van maken. Oh, hier zei ik hier. Heel erg nice. Toppie. Dus meteen even boomiel gebruiken, uiteraard. Maar ik heb echt heel veel hout nodig, jongens. Echt bizar veel hout nodig. Dus daarom dat ik even nu bezig ben. Oh, dat is gewoon kruipen, denk ik. Oh, ik dacht dat ik vast stond in dat blok, zeg. Holy bola. Als u doodvalt, jongens, hier af. Kijk, zwart balen, dat kun je echt niet voorstellen. Maar gewoon echt niet voorstellen. Dus daarom mag ik niet vallen. Dat is heel erg belangrijk, niet vallen. Dan even ook een nieuwe boomiel, of een boom. Nee, een sapling plaatsen. Dat heb ik de naam kwijt. Maar ik heb dus in totaal, als ik het goed bereken, heb ik 16 die kant ook 16. Ja, toch zeker een stuk of 50 nodig ongeveer. Als we zeker wel zijn, een stuk of 50. Oh nee, zo'n grote boom. Oh, dat haat ik echt zo'n bomen, hè. Nou, oké. Okay. Terwijl heel veel hout eruit komt, dus op zich ook wel nice. Zo'n bomen mogen mij echt weggaan in Minecraft. Ze zijn mooi, hè. In een bos of zo zijn ze mooi, maar om te hakken is het zo vervelend. Zo, normaal is die boom leeg. Of ja, hoop ik toch. Oh, mijn bijl is ook bijna kapot, jongens. Maar ik heb geen eieren meer. Moet ik even hakken tot die bijl kapot is? Moeten we even maken een oplossing bedenken. Oh. Je is nu kapot te gaan, jongens. Heel erg sad. Oké, dan moet ik even maar eens kijken. Heb ik misschien met hout een bijl maar? Dat blijft heel traag. Of met steen? Oh, wacht. Ik heb niet heel veel steen meer. Ik heb echt... Ik heb alleen nog maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cobblestone. In heel mijn woonblok. Dat is wel een probleem, uiteraard. En het dit blok hakken is zo sad. Kijk, oh, een chest. Oh. Riptide 2, wat is Riptide nu weer? Is het misschien voor een boots doen? Riptide 2, ik ga even kijken of dit jongens, even opzoeken. Riptide, ah dat is voor op een trident te doen. Ah, ja dat is niet echt. Ja, ik heb hier geen trident, dus een beetje moeilijk dan. Maar wel nice jongens, goud. Ja, is dat nice? Op zich wel nice voor een gouden appel uiteraard. Hè. Dat is ook wel niet slecht daarvoor. Nog wel een beetje dingen. Oeh, iron, lekker. Iron, dat is heel top. Nog iron, gold. Oh, wonder. Dat is ook zo kapot, ja. Nou, op dit cobblestone erbij nog. Ja, ik heb zoveel onzin bij mij. Ik wil elke keer eigenlijk het iron hebben, jongens. Yes, die iron. Oké. Okay. Ik kan hem terug een bijl maken. Of we kunnen nog een hopper maken. Maar ik heb eerst mijn inventory leeg maken, jongens. Dan is het weer bomvol. Dus ik zie je terug wanneer mijn inventory helemaal leeg is. 5 minutes later.
Zo, mijn toren is niet helemaal leeg, maar ik heb er is toch wel een beetje nodig nog. Op zich ga ik het zo wel even zo laten. Nu, het ook weer al nacht, hè. Echt veel te snel die nacht, jongen. Ja, heb ik een bedje verplaatst, jongens, daar. Heb ik nog wol? Nou, wol. Of heb ik nog strings misschien voor wol te kunnen maken? Die 13. Nee, net niet denken. Oh ja, wel 3. Oh, wacht, top. Ik kan misschien even een bedje maken. Even ook het hout dat even allemaal doen ze, toppie. En een bedje maken ze, top. En daar slaap jongens met mijn ding, want anders is het altijd over en twee rennen. Dus ik slaap gewoon even heel lekker bij mijn mobvorm. Lekker, oké, toppie. Dan heb ik wel heel veel hout al. Maar hoeveel trapdoors kan ik van maken? Even een andere vraag. Wacht, hoe maak ik eigenlijk een trapdoor? Oh, gewoon, oké, gewoon zo. Oké, hier heb ik er 18. Dat is veel te weinig. 52, nou, 52 kan wel voldoende zijn. Dus ik ga even kijken of, of ik die kan gebruiken. Nu is wel de man in de deur, of de vrouw kan ook, die gebruikte wel birch trapdoors. Maar volgens mij kan dat geen kwaad, denk ik. Hoop ik toch, als heb ik nu twee... Oh, dat is een creeper die je niet doet. Hoe spant die zelfs? Hoe spant die zelfs? Dat is mijn andere vraag. Oh, niet ontploffen, hè. Nee, jongens, de aflevering dat we dit dicht moeten maken. Oh nee, sad creeper. Oh, dat is echt sad. Pont ontploft, alsjeblieft, jongens. Oké. Okay. Nog twee slagen. Oh! Oké, top. Oké, die is dood. Dat is heel erg fijn. Nog een creeper of niet? Dat is echt sad hoor. Oké, nice. Dus de man in de deur, of de vrouw, eigenlijk zei het. Die plaatste die trapdoors. Even wachten, terug plaatsen. Die plaatste trapdoors hier allemaal. Zo. Zo helemaal tegen de kant. En dan hier ook voor honden, hè. Ja, dus aan beide kanten moet het dus geplaatst worden. Die trapdoors. Allee, blijkbaar gaan de zombies dan makkelijk invallen. Of zo dan. Ik heb geen idee of dat echt werkt, maar... Als hij het zegt, of zij, dan... zal het zo zijn, zeker. Mop ik toch. Maar ik heb te weinig, hoor, volgens mij. Ja, ik moet nog bijmaken. Zo, nog 4 over. 1, 2, 3, 4. Maar normaal is het nog, nu nog maar 12 nodig, volgens mij. Althans, denk ik toch. Ja, maar dat heb ik nog een keer in het tabulier. Maar zien nog 12. En toppie. Die allemaal zo... Nee! Die moet de andere kant op gaan. Huh? Nee, joh. Oké, deze is dan wel juist. Deze. Deze ook. Oh nee, ik heb die allemaal verkeerd geplaatst. Die andere. Maak even een bijltje. Doe met cobblestone of zo. Jongens, ik kan even allemaal opnieuw gaan plaatsen dit trip door, dus tot zometeen. 5 minutes later. Oké, toppie. Alles is nu geplaatst, jongens. Alleen, normaal is het juist geplaatst. Even kijken wat het volgende is, wat ik moet doen. Het is bijna klaar trouwens, hoor. Oké, nu moet je blijkbaar al het water gaan plaatsen. En dan moet normaal gezien, ik hoop het oprecht, dat misschien beter getest eerst. Maar je moet maar zien volledig uitkomen op hier. Allee, tot hier. Dat moet maar zien zo zijn. Dus ik hoop oprecht dat ook zo is, uiteraard. Anders heb ik echt een probleem. Ik heb echt betere test eigenlijk, hè. Ik heb echt een betere test. Ach ja. Oké, dus maar zien gewoon hier. En hier, nou. Nee, wacht. Is bij mij ook zo? Ik wist het, hè, dat het fout zou lopen. Ik wist het zo hard, hè. Eens kijken, hier ook of wat. Ik hoop echt van niet. Nee. Oh, ik heb zo'n groot probleem. Ik heb zo'n groot probleem. Ik heb het te lang. Ik heb het één te lang gebouwd. Oh, maar ik kan niet afbreken hoor. Echt waar, dat mag echt niet stikken. Ik kan hem echt niet afbreken. Als ik hier gewoon een rand ga maken. Als hier niet opgaan of zo. Dan komt dit toe. Zo, dan kan ik hier het water plaatsen. En dan gaat het wel gewoon wat doen. Oké, ja. Oké, ga ik even overal doen. Ik heb het gewoon één te lang. Ik moest gewoon testen in het begin. Dat is mijn eigen schuld, jongens. Ik moest gewoon echt testen in het begin. Zo. Hier nog even water plaatsen. Toppie. Oké, nu. Eens kijken wat nu moet gebeuren. Even weg ga ik hier. En dan gaan we maar zien. Het gaan beginnen het spawnen van de mobs. Normaal zie je wel. Dus die mag ook weg meteen. Die ook nog even weg. Ik zie nu echt niks meer hoor. En dit kapot, dit kapot. Oké, nu kun je dan spawnen jongens. Dus ik ben weg. Snel weg hier. Zo. Dit ding dichtbouwen. Toch net nacht. Toppie. Is dit jongens? Voilà, is iemand dicht? Eens kijken. Oh, twee natuurlijk, hè. Maar het moet werken. Ik ben echt heel erg benieuwd of het echt gaat werken. Ik heb even dingen pas, dus hier op de muur. Ik denk dat het wel mooi is, zo.
dat een beetje is verlicht, jongens. Een beetje verlicht. Ik heb verslapen uiteraard. Komen we eraan naar beneden of niet? Ik heb geen idee. Of al kom je af, nee. Ja. Hé! Hey. Waar is ze komen? Maar een creeper. Gaat hij mij niet ontploffen? Dan bot hij niet als ze naast me staan? Oeh, vertrouw het niet. Hé, hey, lekker! Je spawnen gewoon al! Toppie! Het werkt gewoon perfect. Zo wel heel veel. Oh, top joh. Zie je even. Oh, meteen een 25 jongens, top. Oké, eens kijken. Oh, wel gevaarlijk voor die creeper. Die gaan ontploffen. Is dat een plof die? Nee, denk je? Oké, ik mag dus niet daar beneden gaan staan. Heel belangrijk. Hier wel, denk je. Ik heb al mijn zwaarte erop, jongens. Mijn zwaarte heb ik erop daar. Dat is niet de bedoeling, inderdaad. Oké, jongens. Heel gevaarlijk hier. Al die creepers. Heel gevaarlijk. Oké. Eens kijken. Ik zou eigenlijk even een blok moeten maken. Hè. Even wegdoen hier. Doei, jongens. Zo, zie hoeveel ook. Zie hoeveel. Hier, level is. Oh, zie mijn levels, jongens. Zie mijn levels. Ik vind hem wel top. Ik kan gewoon niet uiteraard, maar gewoon niet. Echt top hier, hoor. Alleen hop, jongens. Ik heb echt hop nodig. Nog eentje. Ik heb er echt nog even eentje nodig. Ik heb even snel eentje maken, dus. Maar ik heb alleen eieren meer. Dus ik heb even kijken of ik hier misschien nog eieren uit kan krijgen. Oh, een diamond. Heel erg leuk, uiteraard. Heel erg fijn. Een chest. Blaze protection 4. Nice. Meteen vol, jongens, mijn inventory. Meteen vol. Oké. Okay. Ik heb wel een idee, jongens. Ik heb even chesten plaatsen hier. Dat ik even snel alles kan droppen, want anders... Yes, iron. Top. Oké. Okay. Droppen. Oh. Zo, die druk hier opeens. Was hier wel een aantal allemaal. Nou, geen idee. Ik heb dit ook gefixt trouwens. Is weer kapot gegaan door... Ik weet niet door wat, maar... Is kapot gegaan. Ik heb wel drop, jongens. En dan ga ik natuurlijk weer al verder uiteraard. Zeker vast. Het eirentje is ook gemaakt. Lekker, het eirentje. Heb ik er nu normaal gezien 5. Hier. Kan ik nu heel mooi een hopper maken. En dan was het voor mij zo. Ah nee, wacht, zo zeker. Yes, een hopper. Toppie. Zo zie je hoe vol, jongen. Je niet doodgaan, please, Robin. Niet ontploffen. Nee, dat is verkeerd geplaatst. Oké, wat zie je hoe vol hier? Zo, hé, jongens. Dat ziet mijn XP gaan dan. Zie mijn XP gaan, jongens, alsjeblieft. Even serieus. Zie mijn XP gaan. Level 30, denk ik. Nou, nog niet. Bijna. Yes, jongens, level 30. Gewoon instant. Ik hoop er wel even goed plaatsen. Oh, wacht, even een chest bijpakken. Nieuwe chest. Zo zie je die horen dan ook. Dat is toch top. Nice. En dan... Zo, daar erop. En mag het nu werken, jongens? Kijk, joh. Die levels bijkomen. Alsjeblieft, durf normaal. Zie die levels bijkomen, alsjeblieft. Kijk jongens, level 33 al bijna. Ik ben level 33 en de loot is... Oh, deze loot. Oké jongens, ik moet even wel iets gaan maken. Dat ik makkelijk het kan pakken. Want als ik hieronder ga staan, dan zien die creepers mij gaan verploffen. Ik moet even een stop maken hier. Oké, top. Even dit gemaakt. Oké, maar jongens, niet normaal hier hè. Werkt gewoon perfect. Echt heel erg nice. Ook al nacht even slapen. Ik kan natuurlijk slapen, die man, die monsters, hè. Zegt, jongens, ik vind het zo nice. Dus ik vind het echt veel te nice. Maar oké, ik ga zwijgen. Wat een feest. Oké, ik heb ook even wat arrows erbij. Oh, dat is echt top, jongen. Ik ga meteen even heel mooi maken hier, uiteraard. Heel erg mooi. Ik heb ook, ik kan misschien hekjes maken. Zo'n combo, of nee, ik ga even houthekjes maken. Zo. Dan heb ik nu 39. Iets te veel misschien gemaakt, maar maakt niet uit. Eens kijken. Zo, hoor die monsters ook. Ik heb een hekje gemaakt, jongens. Top hoor. Heel erg nice ook gewoon. Oké, die ladder. Er maar ook een weg daar. Er maar allemaal weg daar, hè. Eigenlijk wel, hè. Maar eigenlijk allemaal weg daar. Eens kijken. Normaal gezien is het nu perfect zo. Zo is het eigenlijk ook volgens mij nu. Ik wil wel zeker even... Nou, ik het doen. Nou, nee, oké. Ik ga nu de monsters er vrij laten. En ik ga even kijken hoeveel ik er nu heb bijgekregen van levels. Of wat ik ga bijkrijgen. Oké, top. Dat is missie, jongens, die creepers. Wat hoor ik daar allemaal?
Ik wil de keepers ontploffen ofzo. Oeh, dan ook gewoon zelf dood. Ik hoor zo die ontsteking. Ik hoor de ontsteking ofzo. Ja, ze ontploffen als ik dichterbij kom. Oeh, oppassen Robin. Kom blijven staan hier. Dat is het beste denk ik. Oh, zie dat XP. Kijk dan jongen. Alsjeblieft, kijk even. Niet normaal. Hier, level 35. Gewoon twee levels omhoog gegaan. Top hoor. Oké, jongens, ik heb eerst dan even wat droppen van loot. Man, ik heb hier keiveel ijzerbijlen. Nooit niet. Of ja. Ik heb natuurlijk heel veel ijzerbijlen ooit een keer getraind met een villager. Wauw, oké, dat is goed om te weten trouwens. Heel om te weten. Easy, oké, dus ik heb terug. Een iron. Ik heb geluk trouwens dat ik geen iron bijl heb gemaakt trouwens. Hè. Ik ben met iron toen. Oké, mijn inventory is momenteel helemaal leeg. Ik ben niet helemaal gewoon een hoop dingen dat ik nodig heb, uiteraard. Ik ga even kijken wat ik nu ga. Meneer de zombie. Dat is niet de bedoeling dat ze eruit komt. Hoe kom je eruit? Oh nee, die komt niet van boven. Die komt iets hier gespand of zo. Raar. Oké, jongens, ik heb weer vaak hier. Of ga even slagen. Even kijken wat ik hem uit kan krijgen. Zo, doei. Dat is toch nice, jongens, zit hier. Oké. Maar die creepers zijn wel iets eng, hoor. Ik heb iets eng, die creepers. Dat vind ik echt heel nice. Die had ik al. Maar ik kan nu even alles pakken. En wat er nu in de chest zitten. Oké, go. Zie hoeveel, jongen. Ik ga niet ontploffen, hè. Ik ga het echt niet, jongens, die creepers. Ik ga die echt niet, die creepers. Niet normaal. Sorry, hoor. Hier, level 39 bijna. Ik wist dat hij ontploft, de creeper, hè? Is hij ontploft? Ja, hij is ontploft, maar is het kapot? Niks kapot, precies. Mijn zwaard kapot, hè? Zo'n zwaard. Jongen, die weer keiveel. Ook een carrot, dankjewel. Die ontploft. Er is een slap kapot gegaan. Een slap. Is kapot gegaan daar. Een slap. Oh, maar ik heb een slap in. Huh? Oké, okay, die mobfarm, jongens, die is heel very nice. Maar die creepers die vertrouw ik echt nu, als net eentje ontploft. Ja, en ze zijn nu allemaal daarop. Ik heb ook helemaal geen ding meer. Ik doe even mijn bijl dan. Nog blokken. Nee, wacht even. Zo, maar misschien moet nu wel een beetje werken volgens mij. Nu wel, denk ik. Mij gaan nu niet meer poppen, die creepers, denk ik niet meer. Of wel? Ja, ze wel. Ze gaan zo sissen de hele tijd, maar. Dat trouwt echt niet. Ach ja. Even weer looten. Als je toch wel bij kreeg. Ik heb de loot van de zombies. Maar ik vind het zo nice. Kijk hoe mijn levels, jongens. Level 40 al. In hoe lang? Echt niet lang eigenlijk, hè. Het is echt niet normaal top. Oké, jongens. Ik heb even een rij maken hier. Met rotten flash. En dat was het, denk ik. Ja, dat was het. Niet normaal, jongens. Zie gewoon. Echt nice, deze loot gaan we vanaf krijgen. Echt heel nice. Ook van de pijlen. Al die bows, ja, die mogen mij eigenlijk allemaal weg, jongens, die bows. Want ik heb het toch niet gebruikt. Eens proberen, jongens. Ja, werkt gewoon. Zie dat XP, jongens. Een bijl erop, ja. Ik snap het niet. Weer slap kapot, hè. Weet je, kapot is slap. Hoezo ontploft hij dan? Echt raar. Voor dit werk. Oef. Even eten, jongens. Dat was even gevaarlijk. Maar die stem is raar dat die kapot gaat. Beetje heel vreemd. Zo, jongen. Wat de hond. Zo. Rustig, Robin. Hier weer, mini-zombie. Adol, please. Dankjewel. Hoe sad, jongens. Dingen zijn kapot. Nee. Kapot. Sorry. Oh nee, die komt ook over. Jongens, ik heb even een heel groot probleem, denk ik. Oké, even carrot eten. Ik heb ook maar twee nog maar. Sad, jongens. Allemaal. Nee, oh, ik kan toch allemaal naar beneden vallen nu. Oh, kijk. Oh nee. Dit is een heel groot probleem. Dit is een heel groot probleem. Dus blijf maar spawnen. Ja, de zwaard is hier weinig voor. Ik heb een steen of een iron nodig. Een diamond zwaard, hè. Jongens, ik moet hem gebruiken. Het zwaard. 3, 2, 1, go. Spin.
Jij moet neer. Top. Oké, jongens, het is echt een probleem dit. Oh nee, toch. Het zijn natuurlijk wel allemaal bolt nu meteen. One shot. Dat is ook wel een voordeel. Oké. Dood. Kom dan. Dood. Oh, level 43, jongens. Even normaal. Level 43. Nee, dan op. Waarom ontploft hij dan toch? Oh, nu heb ik een groot probleem. Nu heb ik een veel groter probleem. Jongens, ik moet. Ja, ik heb zo'n groot probleem, jongens. Niet normaal. Dit lukt nooit. Dit lukt letterlijk nooit. Kijk dan, jongens. Kijken we monsters. Maar ik heb wel heel hoog level nu. En jongens, we gaan er gewoon even nu enchanten. Jongens, ik heb toch heel hoog level, dus ik heb er gewoon met. Ik heb er met enchanten. Ik heb 8 diamonds momenteel. 8 diamonds. Ik wil eigenlijk misschien nog een extra zwaard maken om te kijken wat ik daarop kan krijgen. Dan kunnen we misschien met elkaar vermenigvuldigen. Of met elkaar optellen of zo. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. En ook kijken misschien voor een andere chestplate. Of zou ik misschien een nieuwe pants maken. Alleen een nieuwe broek maken. En die enchanten. Mij is het misschien beter, want alleen ja, een breking op, dat is natuurlijk niks. Dat is gewoon diamond. Dus ik ga misschien even een nieuw broekje maken. Oh, zo natuurlijk. Het zijn wel al mijn diamonds. Wacht, alleen het zijn er 7, dus dat boeit niet veel. Yo, ik heb eentje gemaakt. Kijk wat ik kan krijgen hier. Heb ik lapis doelie bij mij? Lapis? Nee, denk ik. Nee, geen lapis bij mij. Eens kijken. Broekie met lapis. Protection 4, dat is op zich niet slecht, jongens. Oké, dames en heren. 3, 2, 1. Kabam. En ik heb protection en unbreaking. Ja, oké. Zoals tijd van een andere boek dan. Deze nu gewoon aandoen. Gewoon voor nu hier thuis. Kijk, nu kijken voor een nieuwe bow misschien te maken. Misschien met, noem dat nu weer, met punch. Misschien dat werkt. Nou, ik wil deze ook bow gewoon enchanten. Oh, ik kan gewoon, oh, oké. Power 4. Oeh, doe het makker. Die power 4, top. Dan kan je die mazen ook nu samen doen. Met deze, dan is het, normaal gezien power 4 erop gaan staan. Eens kijken hoor. Hup, dat, met dat. En andersom, hoeveel kost dat levels? Oeh, 17, dat is ook heel gek. Dan heb ik wel power 4 en flame. Doen jongens. Huppakee, een dikke bow. Als nu gewoon een boek erin enchanten. Ik heb een boek liggen. Eens kijken wat we hier misschien uit gaan krijgen. Ah, een breaking 3. Nou, dat is het site, hè. En met een ander boekje. Ook een breaking. En op deze. Ook een breaking. Allemaal zeker waarschijnlijk een breaking. Doe maar. Een breaking 3 erop. Ja, zei het. Het heeft misschien nog iets met een. Allemaal een breaking op, hè. Want deze nog niet. Oh, deze even erop zetten, jongens. Een breaking. Even daarop zetten. De naam, jongens. Hebben we een naam gegeven? Ja, misschien wel een naampje, hè. Oh, wat kunnen we als naam geven? Voor de boots. De lustige laarzen. Lustige laarzen. Is dat leuk, hè? Ik vind het leuk. Wat een feest. Toppie. De lustige laarzen. Ach ja. Maar ik moet dat kunnen stilleggen, jongens. Dat ding moet ik kunnen stilleggen. Wat ik kan doen, dat is eigenlijk nog niet zo'n slecht idee, maar die skeletons gaan echt vermoorden, die skeletons, hè. Die skeletons niet normaal. Ik even deurt nemen. Zo, deurt. En ik even een trap naar boven bouwen. Ik even proberen, jongens, om de mensheid te killen. De mensheid te laten overleven. En hey, joh. Hoezo? Zie je al die creepers, joh. Even, jongens. Even operatie Robin redden, jongens. Nice, oké, top. Toppie, oké. Ik heb mijn pickaxe niet meegenomen. Ik heb het ook in de chest gelegd. Oh nee. Oké, go. Jongens, ik heb echt niet gevaar dat dit was om te doen vandaag. Heb je nog eentje? Ja, een stone is ook goed hoor. Top. En nu hier dicht bouwen. Bonjour. Even hout doen, dat ik weet dat het hier is. Top jongens. Toppie. Ik kan even iedereen killen hier. En dan moet maar zien gedaan zijn. Dat is allemaal, oeh, lekker. GG. En die creeper nog daar. Yes! Survived, jongens. Survived. Toppie. Oh, dat is een kat. En CD gekregen. Hier is gewoon music discs. Lekker. Oké, jongens. Het stuk van mij hier.
een hopper kapot. Nee, een hopper kapot. Ja, zij het allemaal kapot hier. Hè. Ik heb ook helemaal een cobblestone meer. Even hout hakken, jongens. Even hout halen. Ik maak even gewoon zo, denk ik, dat ze hier niet op kunnen vallen. Dat denk ik dat beste is. Want anders, ja, hier is toch een hopper dus. Ja, dat is echt zijt, jongens. Hopper meer. Even ook maar looten hier. Toppie. Wat zit deze, joh? Echt tof. Oeh, iron stick, lekker. Ook maar een slabs meer op. Zo, hé. Hey. Dat is serieus kapot gegaan, precies. Weet je wat? Doe gewoon houten slabs, boeit echt. Zo. Zo. En zo. Oké. Oké, dan doe ik geen dingen meer. Geen pensels. Even maken. Ik kan ook dingen even doen, jongens. Even helemaal afbakenen. Dat ook geen spinnen niet door kunnen gaan. Moest hij ontploffen, dat zeker niet uit hand kan lopen. Zo. Maak ik van die pensketens. Oh, jongens, Robin toch. Wat doe ik allemaal? Je hebt terug vrij laten, jongens. Ik ga ze terug vrij laten. Eerst even wel slapen, trouwens, voor zekerheid. Want... Maar dan kunnen we eindelijk terug XP gaan farmen. Dat is echt... Ik moet echt gewoon zien dat de creepers dat niet ontploffen. Dat is eigenlijk... Ik moet gewoon niet erbij komen bij de creepers. En dan komt het wel goed. Althans, dat hoop ik toch, dat het goed komt. Is er nog hout? Ja, denk ik. Hè. Even nog meer punten maken. Mag ik weer van die fence gates? Ah, wel winter. En zo. Oké, dat is gewoon voor zekerheid dat hier niks gaat komen. Oké, wat een feest. Dan kan dit ook weg. Zo. Precies wel. Is het mooi? Ja, denk ik wel eigenlijk. Het is niet heel lelijk, ook niet heel mooi, maar het is gewoon normaal. Dat is hier fence gates voor de mooiheid. Oké, jongens, we gaan ervoor. Oké, even naar boven daar bouwen. Hopelijk dan nog geen zombie dingen, maar ik heb verzekerd even. Oh, zie dan. Zie dan toch, jongens. Doe even normaal. Doe even normaal. Ho, ho, ho. Niet normaal hier. Oké. Hakken. Hey, joh. Doei. Doei. En doei. Lekker. GG, jongens. Dit is gelukt. Oké, dit heb ik terug doen. Zo blij dat het gelukt is. Oké, ik ga dit even ook even aan me afbreken hierboven. Even afbreken, want ik heb toch nooit meer komen, dus... Oké, de baan is weg. Dat duurt ook. We gaan hier. Oké, toppie. Ja, dan is het klaar, denk ik, hè. Helemaal klaar. Het is fantastisch gemaakt. Het is gewoon echt perfect. Eens kijken wat ik aan het traden met de villagers eigenlijk, met al dat loot. Eens kijken. Want ik heb echt heel veel loot nu gekregen, hè. Even wat een fles. Dat is eigenlijk nog het beste, eigenlijk. Oké, wij zijn zelfs een lege draad. En nu even al het onze fles pakken. Zo, toppie. Even wat aanvullen. Oké, nu heb ik 1, 2, 3, nou bijna 4 stacks op de fles. Echt top. Is even slapen. Dan gaan we even treden. Oh, hier zit hij. Ik dacht al. Wat doen jullie boven dan? Dit is onze klerk, uiteraard. Oké, jongens. Top. Top. Toppie. Nog eens een keer. Top. En top. Nu gaat even... is hij al bezig met... Ja, nu is hij even aan het upgraden. Hopelijk kan ik iets heel nice krijgen. En ik heb gekregen... Scoot en glasbottles. Nou, nu even verkopen, jongens. Toppie. Oké, toch weer al 7 erbij, jongens. Op zich niet... Allee, leuk. 7 erbij. Toppie. De volgende aflevering, weet ik niet wat we doen, jongens. Kan zijn de volgende aflevering misschien verder gaan met de enchantments. Maar op zich zijn we eigenlijk redelijk klaar met de enchantments. Want ik heb natuurlijk een heel setje hier. Ik heb ook een bow, ik heb ook een zwaard. De pers moet dan nog voor enchant worden. Ik weet niet of dat misschien nog lukt vandaag. Eens kijken, het gaat misschien lukt nog wel vandaag om te doen. Oeh, toemakker. Tof, nice. Fortune 2, dat is heel nice. Dan is zometeen misschien een diamond block hak hier. Ik heb misschien 3 uit, maar van 1 dame. Dat is heel nice. Dus dames en heren, het kan zijn dat we misschien van aflevering gaan fighten. Kan zijn, ik heb dat vaker gezegd. We zien natuurlijk wel wat aflevering we gaan doen. Maar doe ik zeker vast nog even nog de golden apples fixen. Dat doe je even nog gebeuren. Maar voor de rest ben ik eigenlijk bijna klaar eigenlijk. Misschien nog een paar potions maken. Dus mij is zelfs, ik weet in de comments welke potions ik moet maken voor de draad te kunnen verslagen. Zeker zeggen, zou dat ook fijn zijn. En ook tips. Zeg jongens, tips laten in de comments. Zou je fijn zijn voor het te kunnen verslagen, uiteraard. Wat het beste kan doen.
hoe ik best kan aanvallen en zo. Ik heb nog nooit in mijn leven in Minecraft de draak verslagen. Nog nooit. Ook niet in survival of in creative of weet ik wat. Vond je het leuk? Zeker even een blad met omhoog doen. Dankjewel. En zeker even abonneren, alvast bedankt. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Bye bye.